Een klein versje uit mijn boek. Een kind. Een kind is zoveel meer dan een aanstaande dame of een aanstaande heer. Wie niet in het kind een wonder ziet, die snapt het hele liedje niet. De miljonair. De miljonair staat op het balkon. De tuinman maait het gras. En ergens denkt de miljonair: ik wou dat ik de tuinman was. De tuinman. De tuinman Christoffel was zat normaliter. Hij lag naast de schoffel en was als een gieter. De groenteman. Zij zei: dag groenteman, heeft u een pondje kersen? Van gisteren of vandaag, sprak hij. Zij zei: olieververzen. Oh, lieve vers. Meneer Pastoor stond voor de klas en zei dat God onzichtbaar was. Ik heb dat klakkeloos aangenomen, totdat ik in twee appelbomen hem duidelijk horen kon en zien. De pastoor heeft zich toch vergist misschien. Lief bijtje, sprak de bij, wil jij met mij wat vrijen? Een ogenblikje, zei de bij, ik ben zo bij je. Je hebt iemand nodig. Stil en oprecht, die als het erop aankomt, voor je bidt of voor je vecht. Pas als je iemand hebt die met je lacht en met je grint, dan pas kun je zeggen: ik heb een vriend. Ze kwam uit Vinkeveen en was een meid van klasse. Maar als ze wat gedronken had, moest de Vinkeveen ze plassen. Heeft u een mevrouw? Ja, hè? Ze heet gewoon Marie. Ze draagt de haar gewoon. Maar steeds als ik haar zie, denk ik: wat zijt gij schoon. Ze draagt gewoon een blouse, een doodgewone tas. Ze zingt en praat en lacht gewoon. Ze doet gewoon de was. Ze heeft gewoon een huis, of eigenlijk meer een flat. Er staan gewoon wat bloemen. En er staat gewoon een bed. Ze heeft gewoon twee kinderen. Gewoon een hond die blaft. Ze heeft gewoon een man die lief heeft, eet en drinkt en maft. Hij doet geen wonderen, zij evenmin. En daar zit nou net het bijzondere in.